Aan de Spiegelgracht en in de nieuwe Spiegelstraat, vlakbij het Rijksmuseum, zijn de meest vooraanstaande antiquairs van Amsterdam te vinden. Ja, uw galerie hier is echt midden in het kunstcentrum van Amsterdam, kun je wel zeggen. Hè? Hoe lang bent u al op dit adres gevestigd? We zijn hier, als ik het goed heb, van 84 en in 77 zaten we in de straat. En ja, waarom... 100 meter of wat? Ja, zo 100 meter hier vandaan. Ja. En waarom zitten we hier natuurlijk? Ja, het Rijksmuseum. Hè? Zo is dat gegroeid historisch. Ja. Het Rijksmuseum is daar gebouwd, het eind van de 19e eeuw. En dan krijg je ja, dat daar omheen gaan dan antiquairs zitten. En hoe lang bent u al kunsthandelaar? Nou, ik werk in de kunsthandel vanaf 1965. Ja, dat is even rekenen. Wat voor soort kunst verkoopt u eigenlijk? Want eerlijk gezegd zie ik zo'n beetje van alles wat. Ja, ik ben de laatste huisarts in het vak. Oké. Daar bedoel ik mee, ik doe alles. Geen specialist bent u dan eigenlijk? Nee, ik weet van alles een beetje. En je hebt specialisten, mensen, en dat merk je ook bij de jonge lui tegenwoordig. Die doen dus alleen maar zilver of alleen maar juwelen. En bij mij is het zo dat alle culturen die hebben mooie dingen. Maar goed, u doet dan in algemene kunst, zou ik maar zeggen. Maar wat behelst dat dan? Dat is gebruiksvoorwerpen, beeldhouwwerken. Schilderkunst doen we niet. We hebben geen schilderijen. Wat we wel hebben als schilderkunst, dat zijn Indiaanse miniaturen. Dat is een aparte specialisatie. Dus schilderkunst uit India. We hebben dingen uit Griekenland, Hellenistische dingen. We hebben Egyptische dingen. We hebben Afrika, Oceanië, Chinees. Zien we hier ook al stukken die we straks in Maastricht gaan? Ja, dit nemen we mee naar Maastricht. Dat is een hele mooie Boeddha-kop. Vroeg Ayodhya. En ja, dat is 16e eeuw. Prachtig. Ja, ja. He, zo'n Boeddha, dan betaal je ongeveer zo'n 85.000 euro. Ja, ja. Dan bent u jarenlang keurmeester geweest of voorzitter daarvan op TFAF. En u bent ook een soort keurmeester op televisie bij Tussen Kunst en Kitsch. Maar zeker voor een generalist lijkt het me lastig dat als je zo pardoes een bepaald voorwerp voor je ogen krijgt... Ja, dan moet je dat toch maar uit de encyclopedie, uit het hoofd, weten te melden. Hè? Ja, ik snap nooit dat het er allemaal in past. Ja, dat klinkt raar, maar dat is nou eenmaal zo. Maar ja, dat begint heel jong. Als je zo 52 jaar uit het vak zit, dan hoeft het niet meer zo groot. Niet dat ik aan het afbouwen ben, dat ben ik helemaal niet. Ik moet doorgaan tot ik erbij neerval. Hè? Zo. Ja. Nou ja, moet, dat is waarschijnlijk toch ook uw leven. Ja, nou ja, veel zeer hoeft het niet. Maar ik bedoel, ik vind dat je dat... Het is mijn hobby. Ja. En wat is nou mooier dan te werken in je hobby, als het ware. Ja. En is er wel nog nagedacht over ooit een opvolging? Of is dat nee, ik heb geen opvolging. Nee. Het zou wel leuk zijn als een jonge man zegt van, nou ja, ik wil toch het vak gaan leren. Maar ja, dat is niet zo eenvoudig. Dan moet je echt vroeg beginnen. In de beginjaren van TFAF zijn wij ooit eens voor een reportage geweest in Londen in een antiekzaak, ook onder de naam Stodel. Ja. Praten we dan over precies dezelfde zaak? Dat is dezelfde zaak, want Jacob Stodel is door zijn vader en zijn oom, die destijds de eigenaar waren van de firma Jacob Stodel, uitgezonden om het filiaal in Londen te heropenen, waar ze officieel vanaf 1939 een handelslicentie hadden. Dit bedrijf was ook een van de mede-oprichters van TFAF in Maastricht, of zelfs al voor TFAF, hè, toen het nog anders heette. Ja, het is begonnen in midden jaren 70 met Pictura. Dat was 75, maar dat was om het jaar. De antiquairs hebben ieder jaar een beurs nodig. Die willen dat wat vaker, wat frequenter. En in 1978 heeft het bestuur van destijds, wat ook de Pictura organiseerde, gevraagd of Jacob Stodel een
echt een antiquair uit de Randstad, uit Amsterdam en Londen, die beurs wilde gaan opzetten. Maar er was wel een voorwaarde. Het moest een internationale antiekbeurs zijn. Dus met deelnemers vooral uit Engeland, uit Duitsland, Zwitserland en uit Parijs. En dat is gelukt. Dat heeft als een bom ingeslagen. Hebt u een beetje van alles wat? Of wat zijn uw specialisaties? Dus, dat lijkt zo. Wij zijn heel breed, maar toch zijn er specialisaties. Het specialisme is keramiek, dus aardewerk, porselein, meubelen. En dat wat er overblijft, dat zijn inderdaad zilver, klokken, varia. In de brede zin van het woord. Maar er is maar één maatstaf en dat is kwaliteit en zeldzaamheid. Nu zullen mensen in Nederland u wellicht herkennen van televisie, want het is kunst en kitsch. Maar op TFAF ja, komen ze uit alle windhoeken en windstreken. Merkt u het daar dan ook of veel minder eigenlijk, omdat het een internationale beurs is? Nee, dat merk je daar, ik zou zeggen, gelukkig niet. Ik ben in Nederland natuurlijk bekend. Ja. In het Vlaams sprekende gedeelte ook, omdat we één keer per jaar in België moeten zijn. Maar in Duitsland en in Frankrijk en in Engeland en Amerika, nee, niet. Nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Zeg, en u hebt natuurlijk al lang een lijstje gemaakt van dat en dat neem ik mee naar Maastricht. Want, absoluut. Want naar Maastricht, dan neem je de beste of de meest zeldzame stukken mee. Ja. Laat er eens een paar zien, zou ik zeggen. Nou, we hebben kunnen verwerven een exceptioneel stuk Delfts aardewerk. Een boeddha die gedeeltelijk van zwart Delfts is, is het zeldzaamste wat er is. Er zijn geen 50 stukken bekend die bedekt zijn met een zwarte glazuur. Ja. Die boeddha is gemaakt, is puntgaaf gebleven omstreeks 1700. En het is wel heel grappig. Het is een oriëntaals, een oosters aandoet beeldje, maar hij rookt wel een goudse pijp. Ja, dat zijn de intrigerende dingen. Er zijn er minder dan 5 bekend van in deze uitvoering. Dus het is echt een uitermate zeldzaam stuk. En we hopen daar natuurlijk op de TFAF, we zullen het een ereplaatsje geven, ja, dat daar iemand voor is die daar evenveel belangstelling en interesse voor heeft als destijds de vorige eigenaar. Want stukken zwart Delfts zijn altijd gekoesterd. Het is altijd een hoogtepunt in een collectie. En als ik daarvoor wil gaan sparen, tot hoever moet ik dan gaan? €125.000. In één hand. Ja, het lijkt wel alsof hier de hele straat expert is bij kunst en kitsch, of niet? Ja, dat klopt ook wel, want we zijn ook zo'n beetje de oudste firma's die op dit moment in Nederland opereren. Op dit gebied? Op dit gebied, ja. Ja. En ja, niet de hele straat staat op TFAF, mag toch ook redelijk wat, hè? We mogen niet mopperen, voor zover ik even kan tellen. Ja, een viertal befaamde antiquairs die staan op de TFAF. Ja. En hoe lang staat hij al in Maastricht? 36 jaar. Kijk. Dus 30 jaar MEC. Ja. En daarvoor zijn we begonnen in de Eurohal. Ja. 4 jaar. Ja. 2 jaar Valkenburg, ja. Toen ben ik even een paar jaar weggebleven. En toen men begon weer in het MEC, heb ik me weer aangemeld en werd aangenomen. En dus nu het MEC voor mij 30 jaar. Een van de oudste deelnemers zelfs. Ja. Kijk, van huis uit heb ik natuurlijk meegekregen als Brabander tin, koper, brons en eikenmeubelen. Nou ja, in dat tin ben ik me in de loop van de jaren 70 gaan specialiseren. Ja, en dat is uitgeroeid tot, ja, eigenlijk wel de grootste specialiteit. Op het moment durf ik er wel te zeggen dat ik de grootste tin-expert ben van Europa. Ook de grootste commerciële collectie heb. Meer dan 300 stuks tin zijn hier voor een verzamelaar te vinden. Daarnaast ben ik ook weer van thuis uit meegekregen het verzamelen of het kopen van vijzels. Die werden niet alleen door apothekers gebruikt, maar ook in de huishoudens. En ze vertellen zoveel. Ze hebben vaak een jaartal op de vijzel, ze hebben spreuken op de vijzel, namen op de vijzels. Dus ja, ze vertellen het een verhaal en dat is natuurlijk leuk. En tin, is dat zwaar? Dat ligt. Ja, natuurlijk. Ja, de dop zit los. Nee, dat valt wel mee.
Ik vind dat niet zo zwaar. Nee, nee. Dit is, het gewicht ligt vaak aan... Veel mensen denken dat het aan het lood ligt, maar dat is niet waar. Want er zit maar heel weinig lood in. Het is de dikte van het gieten. Dit soort zit zo'n beetje tussen de 20.000 en de 25.000 euro. Ja, ja. Zo'n stuk zit rond de 5 mil. Ja. Zo'n kan zit tegen de 10 mil aan. Ja, dus dat zijn wel de topstukken die je dan weer meebrengt natuurlijk. Ja. Oh, en hierboven heb ik nog iets anders wat ik ook vaak meebreng naar een beurs. En dat is beeldhouwwerk. Dat is een heel bijzonder beeldhouwwerk. Wat bijna nooit afgebeeld is. En dat zijn de strijders van Thebe. Ja. Dat zijn christenstrijders. Die worden door een heidense keizer opgezet tegen hun eigen christendom. Of tegen de eigen christenen. Dat weigeren ze. En dan worden ze gemarteld en onthoofd. Ja. En hier bidden ze dus eigenlijk om genade. Ja, ja. Maar de keizer was genadeloos. En onthouden ze. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd.